in dit geval ook schrijver van de musical over Maud Brandt. Ja, samen met mijn vriend en collega Geert Lagerveen. Ja. Absoluut, we hebben het met z'n tweeën. Met z'n tweeën. Absoluut. Genoteerd, genoteerd. Waarom verdient deze man een musical, Maud Brandt? Nou, op de eerste plaats wil ik zeggen dat ik het bijzonder plezierig vind dat de producenten het aandurven om dit verhaal naar buiten te brengen, omdat dit een onbekend verhaal is. Meestal drijft een musical toch al op een verhaal wat iedereen eigenlijk al van A tot Z kent. Daar hebben we boeken over geschreven, films over geschreven. Mm-hmm. Dit is een onbekend verhaal, dus dat vind ik heel bijzonder dat dat mag, dat ze dat risico durven dragen. Ja, want het beeld. Kijk, ik ben uit 84, ik kende Maud Brandt niet. En ik vroeg het een beetje. Ja, die man die ontvoerd is. Ik ben uit 84. Oh, uit 84. Ja. De eerste man in Nederland die ontvoerd is. Ja, dat is van Maud Brandt bekend. Maar toen wij gingen zoeken en snuffelen. Wij waren op zoek naar een groot verhaal over Nederland, eigenlijk. Over 100 jaar geschiedenis of zo. En toen stuitten we op hem en toen langzamerhand, scherfje voor brokje, kwamen we steeds meer informatie over hem naar boven. En er was nog niets over hem bekend. En we raakten langzamerhand gefascineerd. Ja, want vertel eens waar je zo gefascineerd bent. Nou, kort gezegd, maar dan ga ik even heel snel. Nee, moet heel kort, ja. Hij is in 1916 is hij geboren als derde zoon van een kolenboer. Van iemand die een dagloner, die geen nagel om ze allemaal zijn kont te krabben. Gewoon. Ja. Ze woonden met 15, 16 familieleden op een kamertje. Het was armoede. Joodse familie. Daar wilde Maurits in eerste instantie niet zoveel van weten. Ja. We hebben in het stadsarchief hebben we ook dingen gevonden waarin Salomon zijn vader om steun vroeg voor zijn kinderen om schoenen te kopen of een jas of zo. Dus en echt dan staat van krijg je niet, schreef die ambtenaar. En daar stond er zo'n hartverscheurend zinnetje van: dit soort volk vindt altijd wel geld. Ja. Dus echt naar behandeld. Maar in 1936 heeft zijn vader met een groep mensen in Amsterdam heeft hij een deel van de staatsloterij gewonnen. En dan kom je een Bijbels verhaal. Vader die geeft aan zijn drie zonen geld. Jongens, dit is geld. Doe er wat goeds mee. Nou, de ene zoon, Joel, die gaat een garage beginnen. Benjamin heeft een schildersbedrijf. En Maup zegt, jongens, toedeledokie, ik koop een Harley Davidson en ik ga naar Parijs. Ja, hij wilde niks met de armoede van Amsterdam te maken. Hij gaat naar Parijs. Hij komt er na verloop van tijd. Wat er gebeurd is, weet ik niet precies. Maar na verloop van tijd komt hij terug, begeleid door de marechaussee. Want hij had de bloemetjes nogal buiten gezet. Zij was zijn Hardy kwijtgeraakt. En hij had daar, ik weet niet wat gedaan had. Maar in ieder geval, door de marechaussee wordt hij in de cel van de Warmoestraat wordt hij gevangen genomen. En zijn vader zegt, de politie haalt zijn vader erbij. Die jongen heeft ons een hoop geld gekost. Koop hem vrij. Ja. Dus er is een behoorlijke flinke discussie geweest tussen vader en zoon. Verdorie, ik geef je €500 en je komt terug en ik moet je uit de cel dus kopen. Ze zijn daar vader en zoon hebben elkaar nooit meer gezien naar die idee. Ik koop je vrij, maar ik wil je nooit meer zien. Ja. Dat is in zoverre de redding geweest van Maup. Die is daardoor uit het Jodenkwartier. In de oorlog woonde hij dus niet in dat gebied. Hij heeft op straat geleefd, in de grotere enzovoort. Ja, want zijn hele familie. Ik moet even.